Bijbelstudie Titus 3, Wim ten Hove in Jeruel, op 6 april 2021. Er staat boven plichten jegens overheid en naasten, opdrachten, groet en zegenbeden. Het onderwerp is dus plichten, opdrachten, groet en zegenbeden van Paulus. Inleiding. Saul beval David, de herdersjongen, dat hij een stalen harnas aan moest doen, en een helm op het hoofd en een zwaard in zijn hand, in het gevecht met reus Goliath. Want zo, dacht Saul, zou hij misschien de vloekende Filistijn kunnen verslaan. Na een paar stappen al besefte David, nee, zo niet. Slechts in zijn herdersplunje, gewapend met een slinger en wat stenen, kwetsbaar aan alle kanten, trad hij toen reus Goliath tegemoet. Zo velde hij die geweldenaar, in de naam van Israëls God. Hij was onaantastbaar, want hij wist dat God hem niet in de steek zou laten. In hem was hij meer dan overwinnaar. Titus 3 is het laatste hoofdstuk van de korte brief aan Titus. Iemand zegt misschien, prima voor Titus, de man op Kreta, 2000 jaar geleden. Maar ik schrijf erop, verkeerd bezorgd, niet voor mij bestemd. Maar laten we God danken dat hij ook dit kleine onderdeel van de Bijbel voor ons heeft bestemd. Vast en zeker wil hij ons, net als Titus, leren trouw op onze post te staan en hem op een waardige wijze te dienen in zijn koninkrijk. Lezen Titus 3, vers 1 tot en met 7. Plichten jegens overheid en naasten. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Titus was evangeliedienaar op Kreta. De eilandbewoners zijn een anarchistisch volkje, schrijft een zekere Polybius, een Romein. Ook Paulus schrijft ronduit negatief over de Cretenses, hoofdstuk 1. Het zijn een stelletje vrijbuiters. De regering en het gezag zijn lekker ver weg. Ze hebben hun eigen koninkrijkje. Regelmatig komen ze in opstand tegen de Romeinse overheersers. Paulus zegt, juist christenen gaan anders om met degenen die hen regeren. Hoeveel schade kan men zijn naaste berokkenen door kwaad van hem te spreken? En hoe vlijmscherp is soms een mensentong? Nee, Titus, zo moet het niet. Ze moeten inschikkelijk zijn. Ze moeten tegen een stootje kunnen. Ze moeten een keer iets kunnen accepteren en niet altijd meteen voor een recht knokken. Dat heet zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen of houd vrede met alle mensen, Romeinen 12. Niet verachtelijk neerkijken op ongelovige collega's of buren vanuit een houding, daar heb ik niks mee te maken, die behoren tot de boze wereld. In de Cretensische samenleving moet dat wel opvallen.
Daarom moeten ze het gezag van de overheid erkennen en gehoorzamen. Zonder wederzijdse samenwerking zal een land en natie ten onder gaan. Gemopper en onvrede ondermijnen het vertrouwen tussen burgers en overheid. Belastingontduiking en dienstweigeren worden ons door het woord van God niet voorgehouden. Om over na te denken. Onderdanig zijn aan de overheid, vers 1, is duidelijk een Bijbels voorschrift. Predikanten volgden dit letterlijk op in de oorlog en vroegen hun gemeente de Duitse overheid te gehoorzamen, ook al moesten Joodse Nederlanders het zo ontgelden. Gaat Bijbelse gehoorzaamheid zo ver? Zelfs als er de grootste onverdraagzaamheid en vervolging van de kant van de wereldlijke regeringen in gang worden gezet, ook dan zal de christen het gezag van de hoge God eerbiedigen, in degene die over hem gesteld zijn. We gaan in de kracht van de Allerhoogste onze weg, in staat en in maatschappij. We weten ons door het geloof geborgen. Christenen hebben het net als alle andere mensen hard nodig geëvangeliseerd te worden, het evangelie steeds weer te horen. Paulus gebruikt het woordje wij, sluit daarbij de zichzelf en Titus, de ontvanger van de brief, in. Christenen zijn geen betere mensen. Ze zijn zich bewust van het kwaad dat ze zelf gedaan hebben en dat ze nog steeds doen. En dat alles onder de ogen van een heilige en rechtvaardige God. Het gaat er niet om hoe goed je bent in vergelijking met andere mensen. Het gaat om Gods oordeel over je leven. Dat is de hoge maatstaf. Wie kan daaraan voldoen? Niemand. Het evangelie zou geen zin hebben als onze situatie niet echt uitzichtloos was. Christenen moeten nooit vergeten waar ze vandaan komen. Dat is de reden waarom God gekomen is. Dat is de reden waarom God terug is van weg geweest, om te redden van onze zonden. Om over na te denken. Als er een opwekking in onze gemeente zou komen, welke in het oog springende zonden zou je dan zien veranderen? Denk aan vers 2 tot en met 4. Dit is 3 vers 4. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, goede tierenheid, kun je niet beter zeggen goedheid? Nee, want de goedheid van God is goedheid in het kwadraat. Zijn liefde tot de mensen verschenen, letterlijk filantropie. Filio betekent liefhebben. Anthropos is mens. En dat is precies het woord dat hier staat. God houdt niet alleen van de uitverkorenen. God heeft de wereld lief gehad. Zijn liefde gaat uit tot alle mensen. Daarom zegt Johannes 3 vers 16. Opdat een ieder die gelooft, niet een ieder die uitverkoren is. Dat zou natuurlijk ook juist zijn. De mens Jezus Christus staat helemaal aan onze kant. Hij is helemaal mens. Hij is volstrekt niet onafhankelijk, maar identificeert zich helemaal met deze ene partij. En diezelfde Jezus is de Heere der Heerlijkheid. Hij is helemaal God. Dit is een middelaar die niet ergens tussen de partijen blijft staan, maar die ten volle één is met beide partijen. Om over na te denken. Vers 4 spreekt over de liefde van God tot mensen. Kun je dan blijven wie je bent? Kerkvader Chrysostomos heeft eens gezegd: je stut een huis dat tot een ruïne is vervallen niet langer, maar je breekt het tot op het fundament af en bouwt het dan weer helemaal opnieuw op. God repareert ons niet, maar wat? Maar hij maakt ons helemaal nieuw. Hij reinigt ons, wast onze zonden af en geeft ons een nieuw leven. Zij die zo door God vernieuwd worden, krijgen van God een nieuwe identiteit. Ze worden verhoogd tot kinderen van God.
Romeinen 4 vers 25, die gestorven is voor onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Het gaat in Titus 3 vers 5 om een nieuw geboren worden uit de geest die van boven is. Die geest is als de wind. Wie zal zijn oorsprong opsporen? Het nieuwe leven dat door Gods geest gewerkt wordt, is van een totaal andere orde dan het zondeleven. Het is eeuwigheidsleven. Dat eeuwigheidsleven begint hier al. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Johannes 3 vers 36. Het doopwater wil ons leiden naar het bloed van Christus, vers 5. Want zoals het water het vuil van ons lichaam wegneemt, zo wast het bloed van Christus onze zonden af. In de spiegel zie je na een wasbeurt of je echt schoon bent. Zo wil God dat allen die gedoopt zijn met hun leven aangeven dat ze de God van hun doop kennen en dat ze gewassen zijn. Allen die door het volkomen verlossingswerk van Christus zijn gered, krijgen deel aan zijn heerlijke toekomst. In het gebed voor de doop klinkt het, of de kinderen die gedoopt worden op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus onbevreesd mogen verschijnen. Onze redding, waarvan de doop een teken vormt, is maar niet een diploma of status. God redt ons tot zachtmoedige mensen. De praktijk van het leven komt zo in beeld. Geloof is niet een theoretische aangelegenheid. Je laten onderdompelen in de geest is het tegendeel van een stoffige waarheid. De geest is levend water. Water dat tot leven brengt. Het heeft gevolgen voor je levensstijl. Lezen Titus 3 vers 8 tot en met 11. Goede en kwade werken. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoorbijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Onze stemmingen en emoties wisselen nog wel eens. Mensen kunnen geweldig zijn aangedaan als ze de nood na een aardbeving bijvoorbeeld zien. Maar we wennen snel aan zulke catastrofale beelden. Gods barmhartigheid is veel meer dan emotie. We hebben in de schrift een geweldig voorbeeld van Gods barmhartigheid. Een Samaritaan, Lucas 10, vers 25 tot en met 37, komt voorbij zijn vijand die nooit iets van hem heeft willen weten. Nu ligt hij half dood aan de kant van de weg. Hij is door struikrovers aangevallen, mishandeld, beroofd en ze hebben hem als oud vuil aan de kant van de weg laten liggen om hem daar te laten sterven. De priester en de leviet mengden zich hier niet in, maar de Samaritaan had een brandend hart. Hij was barmhartigheid. Hij ging niet staan huilen bij deze ellendige stakker, hij hief geen klaagzang aan. Hij reisde niet jammerend verder om te vertellen wat hij wel gezien had. Nee, hij kwam van zijn ezel, reinigde de wonden, verbond ze zorgvuldig, offerde zijn tijd en zijn geld om deze arme stakker te helpen. Dat is barmhartigheid. Dat blijkt in daden. Het brandend hart van God is vlees en bloed geworden in de geboorte van zijn Zoon. Gods barmhartigheid is met de handen te tasten. Het evangelie biedt niet alleen de enige basis om goede werken te doen. Het stelt je ook in staat om tegen zonde te strijden. Misschien denk je wel eens, God kan me niet meer vergeven. Mijn schuld is te groot. De boodschap van het evangelie is, God
heeft je vergeven in Christus Jezus. Eens en voorgoed. De zonde is in je leven weliswaar niet uitgedoofd. Het blijft een harde strijd tot de dood toe. Maar het is ook een hoopvolle strijd met het uitzicht op de overwinning die Jezus al voor ons heeft verworven. Om over na te denken. Hoe ver kan iemand gaan in het afdwalen van het christelijk leven, dat we hem of haar niet langer voor een christen kunnen houden, vers 9 tot en met 11? En wat voor maatregelen zijn dan nodig? En zijn vergeving geldt steeds weer opnieuw. Goede werken doen, zorg dragen, dingen die goed en nuttig zijn voor alle mensen en al Gods schepselen, maar ook ontwijk dwaze vragen, want die zijn nutteloos en zinloos, vers 9. Hoe moet Titus met zulk slag mensen omgaan? Wel, hij moet hen weerstaan en ontwijken, hen niet alleen uit de weg gaan, maar hen ook geen ruimte gunnen binnen de gemeente, geen discussies dus. Lezen Titus 3, vers 12 tot en met 15. Opdrachten, groet en zegenbeden. Wanneer ik Artemas naar u toe zal sturen of Tychicus, beijver u dan naar mij toe te komen in Nicopolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Doe de wetgeleerde Zenas en Apollos zorgvuldig uitgeleide, zodat het hun aan niets ontbreekt. En ook de onzen moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Allen die bij mij zijn, groeten u. Groet hen die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. Wij kennen die hele Artemas en Tychicus niet. Deze korte, persoonlijke berichten zijn veelzeggend. Ze horen helemaal bij het woord van God. Wanneer ik Artemas of Tychicus tot je zend, dan betekent dat, die komen jouw plaats innemen. Paulus gaat overwinteren in Nicopolis, ten noorden van Griekenland. Hij vraagt Titus bij hem te komen, om wat voor redenen dan ook. Maar hij zorgt ook voor die gemeente. Hij stuurt twee anderen, Artemas en Tychicus, die dat werk daar zullen voortzetten. Titus kan in die tussentijd afreizen om zich bij Paulus te voegen. De wegen waren in die tijd slecht begaanbaar, vooral in de wintertijd. Dan kun je beter op één plaats verblijven voor de duur van de wintermaanden. Hier vinden we het beeld van dienstknechten van de Heere die elkaar ondersteunen en gastvrijheid aanbieden. Mensen verbonden in de heilige dienst van de Heere moeten elkaar van tijd tot tijd eens zien en de handen sterken, vooral als ze werken op eenzame posten, anders verpieteren ze. In de tweede brief aan Timotheus, 4 vers 10, enige tijd later geschreven, schrijft Paulus over een zending van Titus naar Dalmatië. Dienaren in Gods koninkrijk moeten zich willen laten inzetten op die terreinen waar ze het hardst nodig zijn en waar de nood het hoogst is. God vertrouwt aan een ieder toe wat nodig is voor de dienst. Hij weet wat ieder te dragen heeft en voorziet van de nodige kracht. Doe de wetgeleerde Zenas en Apollos zorgvuldig uitgeleide, zodat het hun aan niets ontbreekt. Voordat Titus Kreta verlaat, moet hij dit tweetal vooruitsturen. Hun mag niets ontbreken, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Dat is ook een vorm van goede werken. Jou groeten allen die bij mij zijn, zegt Paulus vanuit Nicopolis. Groet hen die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met jullie allen. Paulus noemt ze in het meervoud. De brief is dus voor de gemeente op Kreta bestemd en niet alleen voor Titus. Om over na te denken,
Wat zou er met Zenas en Apollos kunnen gebeuren, vers 13, als ze niet zorgvuldig uitgeleide werden gedaan en niet goed zouden worden verzorgd door de gemeente van Kreta?